Goedendag, u kijkt naar de weersverwachting van weerplaza.nl. We beginnen het weersjournaal met de satellietfoto van vanochtend 10 uur. Daarop zien we zeer er zonnige Alpen, maar ook in een groot deel van Nederland was het zonnig weer. Als we de boel in beweging zetten, zien we dat de wolken vanuit Duitsland wel langzaam dichterbij komen, maar ze lossen ook voor een deel op. De bewolking vanuit Engeland en Frankrijk komt ook richting Zeeland, maar ook daar stelt dat meestal weinig voor. In de bewegende beelden voor later vandaag, morgen en overmorgen zien we ook dat de wolken vanuit Duitsland hier en daar over Nederland trekken, maar dat het morgen eigenlijk grotendeels zonnig is. En de regen boven Ierland, Engeland en Frankrijk die komt helemaal niet in de buurt. Goede omstandigheden dus, en uh, ja, dat levert een heel fraai weekend op. Vanavond brede opklaringen, maar zoals gezegd in het Noordoosten en Oosten misschien een paar wolken vanuit Duitsland. En in Zeeland kan een enkel wolkje vanuit België binnentrekken, blijft overal droog. Temperaturen liggen halverwege de avond tussen 9 en 12 graden. Komende nacht daalt het kwik tot een graad of 4. Aan de grond kan het misschien lokaal vriezen, maar de kans daarop is wel klein. Verder droog weer, misschien wat nevel en misschien ook een mistbankje. Het Noordoosten maakt daar de meeste kans op. In het Noordoosten misschien ook wat laaghangende bewolking, maar dat lost morgen snel op. En Dan krijgen we morgen een schitterende dag. Ja, we kunnen gewoon morgen naar het strand waarschijnlijk. Al is het zondag misschien nog aangenamer. En dan hebben we het vooral over de westelijke stranden. Want er waait een oostenwind dit weekend en dat zorgt ervoor dat de wind op de westelijke stranden aflandig is. En dan krijg je ook daar gewoon de hoge temperaturen. En hoe hoog zijn die temperaturen morgen dan? Ja, nou, eigenlijk schitterend voor eind maart. Bij volop zonneschijn wordt het zo'n 18 tot 20 graden maar liefst. In de ochtend waait er nog een matige oostenwind. In de middag begint de wind in kracht af te nemen. Alleen op de Waddeneilanden zorgt de oostenwind ervoor dat de temperatuur daar wat lager blijft. Daar 16 graden. Maar uit de wind en in de zon is het ook op de Waddeneilanden perfect weer. Een heerlijke zaterdag. Maar er komt ook nog eens een heerlijke zondag en maandag. En waarschijnlijk ook dinsdag bij. Zondag, flinke zonnige periode, ook wat sluiwolken. Kwik gaat wel omhoog naar 18 tot plaatselijk 22 graden. Ook maandag kan het misschien 22 graden worden. En dinsdag gaat het misschien heel iets minder warm worden. Maar met 18 tot 20 graden mogen we natuurlijk ook niet klagen. Vrij lenteweer. Nou, dat heerlijke lenteweer lijken we voorlopig ook nog even te houden. Pas in de loop van volgende week donderdag of vrijdag wordt de kans op een buitje groter. En na het komende weekend gaat het kwik weer wat naar beneden. Allemaal nog ver weg. Vooral dit weekend even heerlijk genieten. Ik ben Michiel Severin van weerplaatsen.nl